Vandaag behandel ik twee zevenzitters in een identiteitscrisis. De gloednieuwe Renault Espace wil geen ruimtewagen meer worden genoemd. En de Volkswagen Multivan geen bestelbusje. Lopen ze terecht met hun ziel onder hun arm? Of zijn het onverminderd de grote gezinsauto's waar we ze altijd voor hebben gehouden? De Renault Espace was midden jaren 80 de eerste Europese ruimtewagen. Inmiddels zijn we 5 generaties verder en moeten we opeens crossover tegen de MPV zeggen. Een term die normaal gesproken is voorbehouden voor de kruising tussen een hatchback en een terreinwagen. Die vergelijking met een terreinauto is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Want in vergelijking met de voorlaatste Espace is de bodemspeling inderdaad toegenomen. Maar ik zou alsnog op de gebaande paden blijven als ik jou was. De grote Renault is naar eigen smaak aan te passen. Zo zit er ook een sportstand op. Maar dat maakt van de Espace nog geen sportwagen. Het is een zware auto die je maar beter op het gemak kunt rijden. Ben je genoodzaakt om op snelheid onverwachts van rijstrook te wisselen, dan moet het aanwezige ESP al heel snel ingrijpen om te voorkomen dat de achterzijde uitbreekt. Bij Renault mogen ze dan voortaan ageren tegen de benaming ruimtewagen. In de nieuwste Espace kun je als vanouds 7 personen vervoeren. Of ze ook prettig zitten, is een tweede. Ik zit achter het stuur al met mijn kruin tegen het panoramadak. En hoe verder je naar achter komt, hoe erger het wordt. Over de beenruimte hoor je me niet, maar op die derde zitrij kun je echt geen volwassenen kwijt. Hoe anders is dat in de Volkswagen? Daar zit je zelfs op de tweede achterbank als een vorst. Maar voor niets gaat de zon op. Volkswagen is al net zo fijngevoelig wanneer het aankomt op het stempel dat je op hun Multivan drukt. Noem het alsjeblieft geen busje. Ook al is het zijn bedrijfswagenachtergrond, waardoor de Multivan zoveel binnenruimte biedt. Zijn prijs heeft dan weer helemaal niets met die van een bedrijfsauto te maken. Want de eenvoudigste Volkswagen kost evenveel als de duurste Renault Espace. Ook de Multivan is net vernieuwd. Voortaan is de auto leverbaar met een indrukwekkende trits hulpsystemen. Systemen die we stuk voor stuk van personenauto's kennen. Zoals dode hoeksignalering, adaptieve cruise control en een noodremassistent. Ook de Espace is voorzien van allerhande veiligheidssystemen. Zo kan de zevenzitter zelfs de adviessnelheden op matrixborden voor je voorlezen. Maar hij beschikt bijvoorbeeld ook over massagestoelen. Een automatisch parkeersysteem. Stoelverwarming, sfeerverlichting, elektrisch neerklapbare achterstoelen. Ja, voor de bestuurder van de Renault Espace is autorijden één groot feest. In de Volkswagen Multivan zit je weliswaar hoog, maar ook een beetje over je stuur heen gebogen. De eerste versnelling is hinderlijk kort. En schokvrij schakelen een regelrechte uitdaging. En om de koppeling helemaal in te kunnen trappen, moet je net als ik wel hele lange benen hebben. In het dagelijks gebruik heeft de Volkswagen nog een groot nadeel. Zijn omvang. In smalle straatjes krijg je het achter het stuur van de Multivan sneller benauwd dan in de Espace. Laat staan wanneer je onder de toegangspoort van een parkeergarage door moet. De Renault Espace ligt terecht op de divan. Met al die verschillende rijstanden snap ik dat de auto niet meer weet waar hij het zoeken moet. Maar een ruimtewagen mag die inderdaad niet meer heten, want juist aan binnenruimte ontbreekt het hem. De Volkswagen Multivan moet zich gewoon niet zo aanstellen. Hij rijdt als een bus, biedt de binnenruimte van een bus en is juist daardoor de ideale auto voor grote gezinnen. Zeker nu die ook nog eens een stuk veiliger is geworden. Je zult alleen moeten kiezen. Of al je kinderen naar een goede school, of zo'n Multivan. Want hij is verschrikkelijk duur.